Ga mee op deze Bijbelse reis en ontdek de transformerende kracht van vasten. Hoewel vasten vaak geassocieerd wordt met het onthouden van voedsel, is de Bijbelse betekenis van vasten veel omvattender. Veel mensen hechten zich aan een letterlijke uitleg van de Bijbel. Maar waarom hebben we dan de Heilige Geest nodig? Want Jezus zegt dat de geest van de waarheid jou de weg zal wijzen in heel de waarheid. Wanneer we de waarheid al zouden hebben door letterlijk te lezen wat er staat, zouden we de geest van de waarheid toch niet nodig hebben? De discipelen maakten trouwens diezelfde fout door alles letterlijk te nemen wat Jezus zei. Jezus zei bijvoorbeeld tegen zijn discipelen: Kijk uit en wees op je hoede voor het zuurdeeg van de Fariseeën en de Sadduceeën. Zoals nu ook nog veel mensen doen, vatten de discipelen de woorden van Jezus letterlijk op. Ze zeggen daarom tegen elkaar, oh, dit zegt hij omdat we geen brood hebben meegenomen. Ze hebben geen idee wat Jezus bedoelde. Ze hebben geen idee van de geestelijke les die Jezus hem wilde leren door het natuurlijke beeld van het zuurdezem te gebruiken. Hetzelfde geldt voor vasten. Om ons de diepe geestelijke betekenis van vasten uit te leggen, Gebruikt God het natuurlijke beeld van niet eten en drinken? Eten en drinken in de Bijbel leren ons diepe geestelijke waarheden. Eten en drinken doe je in het natuurlijke met je mond. Je stopt het in je mond en dan belandt het in je buik. In het geestelijke eet en drink je met je oren. Je stopt het in je oren en dan belandt het in je hart. Jouw oren zijn de mond van jouw hart. Wanneer Jezus zegt: Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, bedoelt hij niet dat je letterlijk op zijn lichaam moet gaan zitten kauwen. Jezus zegt hiermee dat je goed moet luisteren naar zijn woorden, om de diepe geestelijke betekenis van zijn dood en opstanding voor jou persoonlijk te begrijpen, en zodat je gaat begrijpen wat God over jou zegt. Zijn woorden, die jou de weg wijzen naar het eeuwige leven, moet je met je oren eten, zodat deze waarheid in je hart belandt. En wanneer de woorden van Jezus in je hart zitten, ga je vanzelf hetzelfde zeggen als Jezus. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. En het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig. Wat Jezus zegt zijn woorden van leven. Wat de wereld zegt leidt echter tot de dood. Deze wijsheid van de wereld lijkt vaak heel mooi en godsdienstig. Maar ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, bijvoorbeeld door een tijd lang niet te eten en te drinken. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Als vaste niet betekent dat je niets mag eten, wat betekent het dan wel? Ben jij bereid om je traditionele ideeën over vaste los te laten en een diepere betekenis te ontdekken? Want daarom waarschuwt Jezus de discipelen voor het zuurdezen van de Farizeeën. De woorden die de Farizeeën zeggen lijken op een mooi en voedzaam brood, maar dit brood is gebakken met eigenwillige godsdienst en nederigheid, volgens het recept van de geboden en de leringen van de mensen. Niet meer eten van deze aardse wijsheid, dat is vasten. Want als je daar niet meer van eet, krijg je honger. Honger naar de waarheid. Dan kan God jou voeden met ongezuurd brood dat waarlijk leven geeft. En komen dagen, spreekt de Heer, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer te horen. Hoe ga jij die woorden van waarheid horen en verstaan? Door te vasten. Door niet meer te eten van de geboden en leringen van de mensen. Want dat onderwijs bedekt je geestelijke oren. Waardoor je de geest van de waarheid binnenin jou niet meer kan horen. Want de zalving die je van God hebt ontvangen, de geest van de waarheid, blijft in jou. En je hebt het niet nodig dat iemand jou onderwijst. Maar zoals deze zalving jou onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en geen leugen, en zoals ze jou heeft onderwezen, zo moet je in hem blijven. Zoals de geest van de waarheid jou de geestelijke waarheid heeft bekendgemaakt, zo blijf je in God. Wanneer je deze waarheid mengt met een letterlijke uitleg van jouw kerk, je Bijbelstudieclub, de boeken die je leest of de christelijke conferenties die je bezoekt, dan eet je nog steeds leugens, gebakken met zuurdeeg, volgens het recept van de geboden en leringen van de mensen. En weet je niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder daarom het oude zuurdeeg, omdat jij een nieuw deeg zult zijn. Vasten doe je dus niet door twee dagen niet te eten. Of drie weken lang alleen crackers te eten en thee te drinken. Of een maand lang geen Netflix te kijken. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Want, zegt God, zou dat het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt? Of een week of een maand? Dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rauw water en as? Noem je dat vaste? Noem je dat een dag die de Heren wel welgevallig is? Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat je de boeien van de goddeloosheid losmaakt? Dat je de banden van het juk ontpint? Dat je de onderdrukte vrij laat heengaan en dat je elk juk breekt? Hoe doe je dat nou precies, onderdrukte vrijzetten en elk juk breken? Dat doe je door hetzelfde te doen als Jezus, namelijk door de waarheid te verkondigen. Jezus is het woord van God in het vlees. Wanneer jij van zijn vlees eet, komt het woord van God in jouw hart en ga je vanuit de overvloed van dat woord in jouw hart spreken. Dan is het woord van God ook in jouw vlees geworden. Dan zul jij ook zeggen, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Maar mijn juk is zacht en mijn last is licht. Durf jij te gaan vasten en je volledig te laten onderwijzen door de geest van de waarheid waarmee je bent gezalfd?